Dus niet meteen ergens fel op te reageren. Dit is donderdag 3 uur. Hoi, ik ben Guido en dit is donderdag 3 uur. Elke week hou ik jou op de hoogte van mijn plan om in een jaar een boek te schrijven. En ik weet inmiddels waar het boek over gaat. Samen met Janine Nieuwenhuis zijn we erop uitgekomen om een boek te gaan schrijven als een survival kit voor mensen in veranderende organisaties. Er worden heel veel boeken geschreven over verandermanagement, maar ons idee is juist voor al die mensen die in die veranderende organisatie werken, om die wat praktische tips en trucs te geven. Hoe ze daar het beste kunnen overleven in die wildernis. En daarvoor zijn we een beetje aan het inventariseren wat voor survival technieken mensen hier en daar toepassen. En daarvoor sprak ik met Janneke. En zij heeft een tijd bij een bank gewerkt. En vertelt kort iets over haar ervaring daar. Dus vorig jaar werkte ik nog bij een bank. En die bank is aan het reorganiseren. Ik heb in de laatste maanden dat ik daar werkte wel heel erg gemerkt dat wat mij en ook de huidige tijd wat mij heel erg helpt is om veel stilte te nemen en veel rust te nemen. Ook veel te mediteren. En dat helpt mij om... dat mediteren en dat rust nemen helpt mij om uit de woede te komen die ik soms wel eens kan hebben. En met meer verwondering naar de omgeving om me heen te kijken. Dus niet meteen ergens fel op te reageren, maar met aandacht en liefde te zien wat er gebeurt. Ik vind het een hele mooie en goede suggestie. En eigenlijk, hij is natuurlijk ontzettend simpel. Maar ik denk wel dat dat echt iets is wat heel veel mensen uit het oog verliezen. Maar als je in een turbulente omgeving bent, zorg vooral voor de rust in jezelf. Als jij in jezelf wat rust kan vinden, dan is al dat lawaai en al die onrust en spanning om jou heen veel makkelijker te dragen. Heb je nou zelf nog een techniek ontdekt die het makkelijker maakt om te overleven in een veranderende organisatie? Laat het ons vooral weten in de comments hieronder of op donderdag3uur.nl. We staan open voor elke suggestie en kijken ernaar uit meer van jou te horen. En volgende week krijg je weer een nieuwe update. Ik hou je op de hoogte. Doeg!